naam is Ben Benawis. Ik ben kunstenaar. Bij de eerste lockdown, ik heb mij eigenlijk iedereen zich teruggetrokken. Ik was binnen, maar echt letterlijk. Omdat toen besefte ik dat we vanaf nu, we moesten alles herzien. Voor mij was het toen al duidelijk dat de manier hoe dat we toen werkten, de manier hoe dat we toen bezig waren, niet meer van toepassing. Dus ik heb een soort grote crisis meegemaakt. Positieve crisis, maar ook een negatieve crisis. In de zin van, op welke manier moeten we nu verder gaan? En zeker ik als kunstenaar. Het probleem is dat meestal een organisatie vertrekt niet vanuit het werk van de kunstenaars, maar ze vertrekt vanuit een plan. Ze moeten ook een dossier indienen, het is allemaal uitgeschreven, je hebt een missie. Wat moeten we nu doen? Moeten die organisaties veranderen? Ik denk het niet, omdat wat zij doen is ook heel valabel en heel honorabel. Maar misschien moet wel een connectie gemaakt worden met al die andere artiesten die niet aan bod komen. Art Gent is ook gestart puur op eigen initiatief. Dus ik heb een leegstaande winkel gehuurd met eigen geld. En ik heb daar een soort artistieke winkel opgericht, waarin ik als kunstenaar de curator ben. Dus dat was eigenlijk een beetje mijn vertrekpunt. Dus iets tussen een winkel en tentoonstelling. En heel snel heb ik gemerkt dat er heel veel respons kwamen. Mijn naam is Ilse Selhorst en ik schilder. Het tentoonstellen in Art Gent was een groot verschil met tentoonstellen in een galerij. Er is meer contact met artiesten, maar ook met het publiek. Omdat het publiek rechtstreeks komt kijken. Soms ben je daar, soms niet. Ze bellen nu, ze krijgen ook direct je contactgegevens. Dus het contact, ook de eventuele verkoop, loopt tussen de artiest en de geïnteresseerde. Wat een heel andere manier is dan in een galerij, waar een galerist meestal alles regelt en zelf sommige artiesten amper weten wie het werk heeft gekocht. Er zijn kunstenaars die eigenlijk een publiek hebben. De kunstenaar weet het niet en die publiek kennen die kunstenaar niet. Er bestaat niets die eigenlijk die brug zou kunnen maken, de link kunnen maken. En eigenlijk het is een oefening voor alles. Je pakt een kunstwerk, mooi of niet mooi, is er een publiek voor? En wie zorgt dat de connectie gemaakt worden? Ik voel ook zelf aan het publiek dat ze meer op hun gemak zijn. Door het feit dat ze het ook steunen, dat ze het gevoel hebben van het is meer vanuit het hart, het is minder het commerciële. Ze zijn minder stil ook, voelt dat. In een galerij is iedereen zo. Hier wordt er, ja, het is echt een andere sfeer. Plus ook sowieso samen met andere artiesten kijken. Ik vind dat zeer interessant, omdat er niet dan de invloed van mensen die zogezegd de invloedrijke mensen zijn in de kunstwereld, heb je op dat moment dan niet direct nodig. Art Gent is zeker geen galerij. En ik ben ook geen galerist, ik blijf een kunstenaar. Dus de kunstwerken worden verkocht. Maar ikzelf of de organisatie van Art Gent neemt geen procent op de verkoop. Voor mij het was ook een soort statement ook, om een vraag te stellen. Op welke manier kunnen we een soort economische activiteit organiseren waar het geld niet gegenereerd op de kost van de kunstenaar, niet op de rug van de artiest. Dus dat was voor mij een heel duidelijk punt en een heel duidelijke vraag waar ik mee zat en probeer een antwoord op te geven. Het idee zelf en het concept is duurzaam. Dat moet gewoon gedragen worden door iemand. Maar het is wel zo dat de eerste vraag dat gaat komen voor iemand die dat wil overnemen, is, amai, zoveel tijd en zoveel geld, en hoe ga ik mijn eigen betalen? Ik heb dat kunnen doen omdat het is een artistieke actie. Dus ik heb iets geïnitieerd, maar ik kan dat niet. Ja, ik kan in de rest van mijn leven met dit werk blijven.
ik pleit meer voor dat er ook andere dingen mogelijk zijn en die andere dingen te laten ontstaan. En die democratische model, dat moet zeker bijkomen. Niet als nieuwe god, niet als wapen om tegen de macht te gaan, maar meer om te beantwoorden aan een reële nood en een reële behoefte. Er zijn veel artiesten die nooit in smak zullen hangen, toch, nu zijn ze hier in het smak. Dat betekent heel veel in het leven van een kunstenaar. En dat kost niet veel moeite om de deur een beetje open te trekken.